Mijn naam is Jasper Boter en ik sta hier in het atrium van de Hanze Hogeschool. Ik werk hier ook bij rechtenstudies. Maar niet alleen bij rechtenstudies geef ik les. Ik geef ook les bij accountancy, hierachter bij bouwkunde. En ik heb gemerkt dat iedereen zijn eigen leermaterialen heeft. En ook zijn eigen leermaterialen bewaakt. En wat zou nou mooier zijn dat we onze leermiddelen delen hier binnen de Hanze Hogeschool? Wat is daar het voordeel van? Dat we samen onderwijs maken, beter onderwijs maken en veel meer onze kennis verbinden. Dat is stap 1. Wat zou dan de tweede stap moeten zijn? De tweede stap is dat we een platform maken, neem YouTube of allerlei andere platforms, waarop wij ons onderwijsmateriaal zetten van de Hanze Hogeschool en waar studenten bij kunnen, waar al ons werkveld bij kan, zodat we uiteindelijk samen nog mooier onderwijs maken, nog meer vragen gaan behandelen en nog meer onze eigen slogan handen en voeten geven. Wij sharen alles met de wereld en maken daarmee de wereld een stukje beter. En dat is wat ik voorsta, open leermaterialen.